Goedemiddag. Goedemiddag allemaal. Wat fijn dat u er allemaal bent. Op deze schitterende lentedag is er geen betere plaats te verzinnen om te vertoeven dan hier in de Nieuwe Liefde. U hoorde Jeroen van Vliet. Dat is een van de belangrijkste jazzpianisten van Nederland. Hij heeft vorig jaar bijvoorbeeld de Boy Edgar prijs gewonnen. En ik heb eventjes uitgeprint wat het juryrapport over hem meldt. Dat is een beetje truttig dat ik dat heb uitgeprint, maar het is zo mooi omdat wij hier vanmiddag naar poëzie gaan luisteren. De jury vond Jeroen een meesterlijk pianist en hij behoort tot de paar grote dichters van de Nederlandse geïmproviseerde muziek. Als muzikant en persoon is van Vliet nederig, zijn verschijning en zijn noten schreeuwen niet om aandacht, sluipend maken zijn verhalen zich van je meester. Vind ik leuk. Jeroen, wat heb je net voor ons gespeeld? Dat stuk heet Nostalgia. En wat is dat voor stuk? Waarom heb je dat? Heeft het iets met Nijhoff te maken? Heb jij je verdiept in die poëzie of ben je gewoon gevraagd om dit stuk te spelen? Nee, ik heb dit stuk gekozen omdat ik het gevoel heb dat het wel past bij het programma. En het is gewoon een eigen stuk. Het heeft in eerste instantie niks met Nijhoff te maken. Je hebt het zelf geschreven, gecomponeerd? Ja, het zijn allemaal eigen stukken. Ja. Alle stukken die we vanmiddag gaan horen zijn van jouw hand? Ja, improvisaties en stukken. Ja, zeker. Heel goed, dankjewel. En tot zo. Mijn naam is Tommy van Eck en ik presenteer hier één keer in de zoveel tijd een middag als deze, waarop we luisteren naar muziek, maar vooral naar poëzie. En vanmiddag is Martinus Nijhoff eindelijk aan de beurt. Eindelijk zeg ik, omdat ik zelf heel veel van die poëzie hou. En omdat het gek is dat we dit programma al een paar jaar maken en dat Nijhoff al zo lang niet aan de beurt is geweest. Maar je moet voor belangrijke dingen op een goed moment wachten. En dat is vandaag. Want om de poëzie van Nijhoff voor te lezen, hebben we iemand bereid gevonden die dat niet zo vaak doet, maar als die het doet, dan is het heel bijzonder. En dat is omdat hij zelf heel veel van gedichten en van poëzie en van taal houdt. En dat is Henny Vrienten, die kennen we van Doe Maar. Wat wil ik allemaal nog meer vertellen? Ook moet ik natuurlijk een beetje vertellen over Nijhoff. Ik kan meteen over Henny Vrienten beginnen, dan verraad ik mezelf een beetje. Maar Nijhoff is er ook nog. Ik moet niet te veel over hem vertellen, want de poëzie moet voor zich spreken. Nijhoff had zelf een hekel aan biografische en autobiografische informatie. Hij vond ook dat die gedichten die hij maakte volstrekt los stonden van zijn eigen leven en zijn persoonlijkheid. Daar is in de literatuurwetenschap wel iets aan afgedaan in de loop van de tijd. Dat zullen we misschien nog wel horen als we straks A-water zullen leren kennen. Maar dat is van later orde. Dat gaat Henny namelijk voorlezen. Nijhoff was een man die geboren werd in een heel literair milieu. Zijn vader en zijn grootvader waren uitgevers. Zijn opa heeft de beroemde uitgeverij Nijhoff, die nog steeds bestaat, als imprint weliswaar, maar bestaat nog steeds, opgericht. Dus Nijhoff groeide op in een omgeving van literatuur en poëzie. Toch is hij rechten gaan studeren in Amsterdam. Maar hij schreef wel vanaf zijn jongste kindertijd, vanaf de pubertijd, aan het gymnasium Haganum, al poëzie, gedichten. En dat is hij altijd blijven doen. Hij schreef niet veel, hij publiceerde niet veel, maar wat hij schreef, dat had een volstrekt begrijpelijke, eenvoudige, bijna boertige taal hier en daar. En toch zijn alle gedichten, bijna alle gedichten, kenmerken zich door een zekere raadselachtigheid. Het is vaak heel mysterieus waar die gedichten nou precies over gaan. Ze zijn vaak ook religieus genoemd zelfs, terwijl Nijhoff allesbehalve een godsdienstig man was. Maar hij was wel iemand die zag dat de godsdienst een belangrijk gat in de maatschappij aan het slaan was, door weg te vallen, namelijk in de tijd waarin hij leefde. En hij vond dat de poëzie de plek van die godsdienst in zou moeten nemen. Een van zijn bekendste gedichten is natuurlijk De Moeder, de Vrouw. Dat gaat over, dat zich afspeelt aan de voet van die brug bij Zaltbommel. Brug die inmiddels overigens vervangen is door de Martinus Nijhoffbrug. En dat gedicht, daarin komen in de eerste regels al twee overzijden voor die elkaar vroeger schenen te vermijden, maar nu weer buren worden. En
Seuteman, belangrijke literatuurwetenschapper, heeft ooit gezegd dat hij dacht dat die twee overzijden misschien wel het ondermaanse waarin wij ons bevinden vertegenwoordigde en aan de andere kant die verloren gegaane godsdienst. En dat dit gedicht, De Moeder, de Vrouw, de brug zou zijn tussen wat er van de wereld over is en die godsdienst die verdwenen is. Nou, allemaal hele verheven literatuurkritiek die allemaal niet zo relevant is. Misschien gaat Henny dat gedicht ook nog wel voorlezen. Ja, knikt hij, dus daar kunnen we ons op verheugen. Ik denk dat dat gewoon tijd is voor de poëzie. Ik geef het woord aan Henny Vrienten. Nou ja, het woord is dus niet van mij. Ik leen het. Ik begin met het eerste gedicht is uit Vormen. Zijn tweede bundel, geloof ik. Ik ben niet heel erg dol op zijn beginbundels. Het begon bij mij echt bij de nieuwe gedichten. Daar vind ik zijn stem echt heel bijzonder worden. Maar dit is een gedicht over zijn moeder. En ik heb ook een moeder. De wolken. Ik droeg nog kleine kleren en ik lag lang uit met moeder in de warme hei. De wolken schoven boven ons voorbij en moeder vroeg wat ik in de wolken zag. En ik riep, Scandinavië en eenden. Daar gaat een dame, schapen met een herder. De wonderen werden woord en dreven verder. Maar ik zag dat moeder met een glimlach weende. Toen kwam de tijd dat ik niet naar boven keek. Of schoon de hemel vol van wolken hing. Ik greep niet naar de vlucht van het vreemde ding dat met zijn schaduw langs mijn leven streek. Nu ligt mijn jongen naast mij in de heide en wijst me wat hij in de wolken ziet. Nu schrei ik zelf en zie in het verschiet de verre wolken waarom moeder schreide. Uit nieuwe gedichten dan. Het klimop, ook weer over zijn moeder. Inmiddels dood. Als ik langs het ziekenhuis waar zij verpleegd werd loop, het is niet omdat ik haar op haar opstanding hoop, het is omdat het klimop hoger is gaan reiken dat ik op het muurtje klim om door het hek te kijken. Het is om het gebouw weer in de tuin te zien. Ik ruik de rozen weer, ik ruik de kreolien, ik ga de trap weer op, ik loop door de lege gangen, ik kom weer voor de deur waar het bordje is omgehangen. Maar tegelijk, o klimop, die mijn slaap beroert, hebt gij mij naar een verre dag teruggevoerd. Ik lig in een prieel, ik ben een zieke jongen, en zij zit bij me en heeft ons lievelingslied gezongen. Ik ga een deken halen, het wordt koud, mijn kind, zegt ze. Haar lichte stap verdwijnt over het grind, en ik tel wachtende tussen de klimopblaren de sterren die reeds aan de hemel flonkerend waren. Dromer, zegt het klimop, kom van dat muurtje af, ga heen en leg een deken op je moeders graf. Zij moet het op den duur ontoegedekt koud krijgen, nu zij in het klimop ligt en de sterren ziet stijgen. En dan één, en daar begin ik het echt mooi te vinden. Het lied der dwaze bijen. Ik moet altijd aan Leopold denken. Ik weet niet of u daar wel eens iets van leest, maar volgens mij heeft Nijhoff in ieder geval Leopold gelezen. Het lied der dwaze bijen. Een geur van hoger woning verbitterde de bloemen. Een geur van hoger honing verdreef ons uit de woning. Die geur en een zacht zoemen in het azuur bevrozen, die geur en een zacht zoemen en steeds herhaald niet noemen. Riet ons, ach roekeloze, de tuinen op te geven, riep ons, ach roekeloze, naar raadselige rozen. Ver van ons volk en leven zijn wij naar avonturen, ver van ons volk en leven, jubelend voortgedreven. Niemand kan van nature zijn hartstocht onderbreken.
Niemand kan van... Freudiaanse verspreking. Niemand kan van nature in lijve de dood verduren. Steeds heviger bezweken, steeds helderder doorschenen, steeds heviger bezweken naar het ontwijkend teken. Stegen wij en verdwenen, ontvoerd, ontlijfd, ontzworven, steven wij en verdwenen als glinsteringen henen. Het sneeuwt, wij zijn gestorven. Huiswaarts omlaag gedwereld, het sneeuwt, wij zijn gestorven. Het sneeuwt tussen de korven. En dan een hele bekende. Het kind en ik. Ik zou een dag uit vissen, ik voelde mij moedeloos. En ik maakte tussen de lissen met de hand een wak in het kroos. Er steeg licht op van beneden uit de zwarte spiegelgrond. Ik zag een tuin, onbetreden, en een kind dat daar stond. Het stond aan zijn schrijftafel te schrijven op een lei. Het woord onder de griffel herkende ik, was van mij. Maar toen heeft het geschreven, zonder haast en zonder schroom, al wat ik van mijn leven nog ooit te schrijven droom. En telkens als ik even knikte dat ik het wist, liet hij het water beven en werd het uitgewist. En ze worden bekender en bekender in passen. Straks gaat er iemand een heel mooi verhaal over vertellen. Een impasse herkent volgens mij iedereen die wel eens wat moet schrijven, of het nou een liedje is of een gedicht of een preek. Of het schrijven is van ouw. Wij stonden in de keuken, zei en ik. Ik dacht al dagenlang, vraag het vandaag. Maar omdat ik mij schaamde voor mijn vraag, wachtte ik het onbewaakte ogenblik. Maar nu, haar bezig ziend in haar bedrijf en de kans hebbende die ik hebben wou, die zij onvoorbereid antwoorden zou, vroeg ik, waarover wil je dat ik schrijf? Juist vangt de fluitketel te fluiten aan, haar hullend in een wolk die opwaarts schiet naar de glycine door het tuimelraam. Dan antwoordt zij, terwijl zij langzaamaan druppelend water op de koffie giet en zich de geur verbreidt, ik weet het niet. Hoe zit ik met mijn 10 minuten? Nog even? Oké, hij heeft er veel geschreven. Hier heb ik er een, die wil ik heel graag voorlezen, omdat ik er geen jota van snap. Maar misschien zijn hier Nijhoff-exegeten die mij dat even... Ja. Oké, ik zal meer in de microfoon, maar ik probeer altijd mijn stem te verhullen. Daarom schrijf ik liedjes. Ik doe mijn best, oké? Deze moet hard, want ik begrijp er niets van. Maar ik vind hem wel mooi. Of zoals T.S. Eliot dat noemt, hier is sprake van de sensatie van het uitgestelde begrip. Ik begrijp er niks van. Maar het is wel, tot in mijn tenen voel ik, het is wat. Maar goed, dat er zeiden. Ad infinitum. De dienstmaagd giet van het geslachte lam het bloed de schaal uit. Gij legt naast de haard nieuw hout neer. De vrouw, wier schoot mijn stem bewaart, de spiegel blinkt. Het vlees hangt in de vlam. Diep in het bos huilt een wolvin die baart. En mijn stamvader, die de deur inkwam, verheft wat hij als welp het nest uitnam en nu een kind is, blank en onbehaard. Wij staan één ogenblik, hij, ik en het wicht dat aan zijn schouders leunt, naar dit vertrouwd tafereel te zien, een wit vertrek, vol licht, vol geur van vlees en pas getimmerd hout, vol kort geluk, telkens opnieuw gesticht. Een hofstee op een open plek in het woud.
Jij weet het vast, Huub. Ook niet? Oké. Dan ben ik in goed gezelschap. Nou, dan hier, en dat denk ik is een mooie om dit blokje af te sluiten. Waar Tommy het over had, de moeder, de vrouw. Ik kan trouwens nooit over die brug heen rijden zonder aan het gedicht te denken. En aan dat ene liedje. Bij die mooie stad zal Bommel, Bommel, heerst de grote watersnood, nood, nood, nood. En zo menig arme drommel, die niet zwemmen kon, ging dood. En te midden van die rommel, ja, dreef de torenspits van Bommel. Ja. Rommel dreef de torenspits in het rond, 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 rond. Ook zo. Het zijn rituelen die blijven. De moeder, de vrouw. Dit had ik niet bedacht van tevoren, sorry. Ik ging naar Bommel om de brug te zien. Ik zag de nieuwe brug. Twee overzijden die elkaar vroeger schenen te vermijden, worden weer buren. Een minuut of 10 dat ik daar lag, in het gras, mijn thee gedronken, mijn hoofd vol van het landschap, wijd en zijd. Laat mij daar midden uit de oneindigheid een stem vernemen, dat mijn oren klonken. Het was een vrouw. Het schip dat zij bevoer kwam langzaam stroomaf door de brug gevaren. Zij was alleen aan dek, ze stond bij het roer. En wat zij zong hoorde ik, dat psalmen waren. O, dacht ik, o, dat daar mijn moeder voer, prijs God, zong zij, zijn hand zal u bewaren. Dank u. Jeroen wil iets zeggen. Nou, ik wil vooral eens gaan spelen. Maar ik dacht, ja, nee, het is jouw beurt. Het is jouw beurt, dus jij mag weer. Wat ga je nu voor ons spelen? Ik begin met een improvisatie en die laat ik uitmonden in een stuk en dat heet Cycle. Cycle. Jeroen van Vliet. Thank you.
Ik doe even een Adriaan van Disje. Oké. Okay. Rode wijn. Heb je niet. Wat een ontzettend mooie muziek trouwens. Jezus. Ik vind jazz eigenlijk een te nauw jasje voor. Luister jij veel naar jazz? Ja, oude bebop. Veel naar Chet Baker en Miles Davis en zo. Een beetje de toegankelijke. Ik hou wel van bebop. En dit soort moderne improvisatie muziek? Ja, dit heeft voor mij ook de concentratie en de verstilling van het interbellum, van Satie en zo. Dit vind ik echt niet typische jazz. Ik hoor wel de elementen, maar ik vind het echt heel erg mooi. Dus dan past dat ook heel goed bij de poëzie die jij voorleest? Dat zou zomaar kunnen. Omdat jij het woord interbellum gebruikt. Ja, ja. Ja, wat denk je dat Nijhoff van die muziek zou hebben gevonden? Ik weet het niet. Ik heb ooit met de gedachte gespeeld om een essay te schrijven, maar ik ben niet zo'n schrijver over Nijhoff. Doe maar. Nijhoff en het, die had ik al eerder gehoord, maar Nijhoff en het geluid. Nijhoff luistert op een hele rare manier. Er komt een auto voorbij, dat zul je straks in Awater horen, en dan hoort hij het gekraak van leder. Nou, kraakte het leder misschien harder in 1930 of zo. Maar ik hoor een motor als er een auto voorbij komt. En hij heeft altijd hele, hele specifieke manieren van luisteren. Maar nu hebben we het over Nijhoff. Dat was de bedoeling toch? Ja, dat vind ik natuurlijk interessant. Want jij bent iemand die niet alleen veel poëzie leest, maar volgens mij verdiep jij je dan ook in de achtergronden van dichters waar je van houdt. Of valt dat mee? Ja, nou wat ik wel heb is, kijk, als je die Wandelaar en de Vormen leest, dan ronken... De eerste bundels van mij. Ja, of dan hè? Ronken alle andere, hè, de Bastiaanse en de Van Eycks, die ronken mee. Dat zie je in alles. En ik vind Hoezo, wie waren dat dan ook weer? Dat waren dichters uit die tijd en daar leek het op. Het was nog eigenlijk niet zijn eigen stem. Ik vond het nog niet zo bijzonder. Pas later heeft hij die gevonden. En wat ik leuk vind is bijvoorbeeld, ik ben een enorme liefhebber van T.S. Eliot. Om te kijken, bijvoorbeeld toen de Wasteland ontstond, ergens in, wat was het, 1927 of zo. Om dan te lezen wat er op dat moment gaande was in de poëzie. Nou, dat loog er niet om, dat galmde en dat ronkte en dat. Dan zie je pas hoe groot een dichter is, dat hij een eigen stem vindt in een tijdperk en niet meer meedoet met de meute. En is er voor jou waarom begin je over Eliot? Zit hij dicht bij Nijhoff in jouw beleving? Als je aan Nijhoff denkt, dan duurt het niet lang voordat je aan Eliot denkt. Hij citeert bijvoorbeeld in Awater een gedicht van Petrarca, geloof ik. En als er iemand sampelde en citeerde en aan elkaar knipte en lijmde en plakte, dan was het Eliot. En hij heeft ook Eliot vertaald, The Tempest, geloof ik. Maar ook, ik hoop het nog voor te kunnen lezen, The Journey of the Magi, Drie Koningen. Dat was gewoon een hele goede vertaler, Nijhoff, vond ik. Ja, de vertaalprijs is zelfs naar hem vernoemd. Dat vonden meer mensen dat hij zo goed daarin was. Ja, terwijl dat is in het oeuvre van die dichter zelf een ondergeschoven kindje, moet je nagaan. Heb jij dus ook allemaal gelezen? Al die vertalingen ken jij ook? Ja, ja, The Wasteland is zeg maar my Wasteland. En alle vertalingen die ik ooit te pakken heb... Nou, ik bedoel... Het barre land, ik bedoel eigenlijk niks. Ik bedoel te zeggen dat... Nou, ik denk omdat het klonk alsof de Wasteland heel erg belangrijk voor jou is. Dat dacht je dat? Nou ja, ik denk voor de hele... Ik denk voor de hele ontwikkeling van de poëzie is de Wasteland een heel belangrijk gedicht geweest. Maar het is ook denk ik een gedicht voor alle... Ik ben nu niet meer van de jonge generatie, maar toen ik het voor het eerst las was ik jong. En hoe oud was je toen? Dat is een hele goede vraag. Ik denk 4 op 25. Dus dat was nog voor Doe Maar? Ja, lang voor Doe Maar. Hoezo heb je de sporen niet herkend dan? Noem er eens eentje, help me een beetje. Nee, dat is onzin. Oh. Dat is echt onzin. Nou, nee. Ik was natuurlijk ook benieuwd naar. Ja. Want jij bent dus al heel vroeg een enorme veellezer geworden. Waar kom je eigenlijk vandaan?
Ik kom uit Tilburg. En moest je dan die brug bij Zaltbommel over om in Tilburg te komen vanuit Amsterdam? Ja, maar ik kwam helemaal nooit in Amsterdam. Nee, maar later ging je misschien terug naar familie. Ja. Omdat je zegt dat je altijd als je over die brug rijdt aan het gedicht moet denken. Ja. En ik kom er nu eigenlijk helemaal niet meer. Mijn moeder is 93 geworden en die is 2 jaar geleden overleden. En daar ging ik natuurlijk nog vaak naartoe. Maar ik denk dat ik er nog wel eens naartoe rijd, alleen al om de brug te zien. Ik voel een liedje opkomen, maar zo werk jij geloof ik niet, hè? Nee, liedjes, daar ga je niet over. Liedjes doen dat zelf. Die dienen zich aan en die besluiten wanneer ze geschreven willen worden en waar het over gaat en wanneer ze af zijn. Heb ik niks mee te maken. En kom jij net als Nijhoff ook uit zo'n enorm erudite familie? Nee, mijn vader had 3 boeken. 3 boeken? Ja. Welke waren dat dan? Even kijken. Hij had Absalom, O Absalom in de Magriet vertaling. Hij had een eendelige encyclopedie van Elsevier. Groot, dik, rood boek. Nou, handig. Het viel altijd open bij de I, want daar stond een heel klein zwart reproductie in van Iris aan de bron, ik geloof van Engelen. En dat was het dichtst bij een naakte vrouw dat ik kon komen in die tijd. Dus hij viel daar automatisch open, dat was beduimeld ook. En hij had de postduif en haar kenmerken. Dat was mijn... Ja, oké. Okay. Dus het is toch al een ander milieu dan Nijhoff. Want dat huis stond vol met boeken. Ja, maar nu ga ik echt met de billen bloot. Ik heb op een seminarie gezeten en daar is het begonnen. Want je had daar een hele goede leraar of iemand die veel van poëzie hield en die heeft je dat bijgebracht. Ja, ik had bijvoorbeeld een... zijn naam heb ik verdrongen, maar het was, zoals ik hem nu noem, de geschiedenispater. Die bijvoorbeeld grote veldslagen aan de hand van verzen uit het hoofd doseerde. Dus wij zaten met rode oortjes in dat metrum. En volgens mij is daar de kiem van het kwaad gelegd bij mij. En sinds die tijd ben je dus heel veel gaan lezen en blijven lezen? Ja, nou, dat begon met het eerste boekje dat ik zelf kocht. En er zit hier volgens mij een vriend van mij in de zaal die precies dezelfde ervaring had in zijn leven. Het eerste boekje dat ik kocht was... de bundel Atonaal van Simon Vinkenoog. En later, waarom kocht je dat? Weet je dat nog? Omdat het 25 cent kostte. Zoiets. Ik kocht het en dat heeft toen jaren in mijn zak gezeten. Als ook van Rodenko... Even kijken, hoe heet het? Nieuwe Griffel Schone Leien. Begon bij Gezellen en ging zo naar de zeg maar ontaarde poëzie. En die twee boekjes hebben mij op het spoor gezet en niet mijn vader. En het is altijd bij je gebleven, want je bent nog steeds enorm. Je volgt nog steeds alles op de voet, hè? Begrijp ik dat goed? Redelijk veel, ja. Ik lees graag, ik ben een omnivoor. Ik lees van alles. En dat ben je ook bijvoorbeeld blijven doen in de tijd dat je zo wereldberoemd was in Nederland en alle meisjesharten? Toen had ik eventjes een paar andere prioriteiten en... Er werd veel gespeeld, gefeest en dan komt het er even niet van. Maar ik had het daarna weer snel opgepikt. Dus je bent ook niet... denk je dat je beïnvloed bent bij het schrijven van liedjes, bijvoorbeeld door poëzie lezen? Of hoe werkt dat? Ik ga altijd in de spagaat als het over poëzie en muziek gaat. Ik vind het heel moeilijk. Ik ben ontzettend verslaafd aan in een hoekje zitten en een pagina openslaan en dan iemand... Die vertelt mij iets, maar dat heeft hij bijvoorbeeld al 600 jaar geleden gedaan. En dat lees ik dan en dat komt zo van dat stukje papier zo bij mij binnen. En ja, ik kan niet beschrijven wat ik dan voel, want ik heb contact met iemand die mij iets vertelt. Mm-hmm. Van Toren heeft er volgens mij, Willem van Toren, een heel mooi gedicht over geschreven. Maar dat heb ik even niet paraat. Over het lezen van gedichten? Over een stem uit het verleden die rechtstreeks met je spreekt. Muziek is toch een... Ik hou van muziek natuurlijk, maar muziek is toch een beetje een schreeuw lelijk dan. Als je begrijpt wat ik bedoel. Dat als ik hier iets met muziek doe, dan heeft iedereen er last van. Nou, dat weet ik nou niet of wij daar allemaal hetzelfde over denken. Nee, ik vis niet een compliment hoor. Maar ik bedoel, als je zit te lezen in een hoekje, dan heeft niemand er last van. Het is zo één op één. Het is zo, en het is er altijd. En er is zoveel.
ik weet het niet. Het dus je hebt er ook nooit over gedacht bijvoorbeeld om een gedicht op muziek te zetten van iemand anders? Ik heb één keer gezondigd. Ik vind het bijna altijd moeilijk, omdat waar kun je het nou mee vergelijken? Dat iemand een film maakt en dat jij dan nog een keer je kiekjes naast legt of zo. Weet je wel, want die film is een entiteit. Is gemaakt met een bedoeling, is af, hup. De meeste dichters, die kunnen niet tegenstribbelen als je aan hun gedicht zit te pielen, want ze zijn al dood. Ja. Dus het is, ik voel me altijd, nee, ik voel me ongemakkelijk. Ik heb het één keer bij een liedje, voor een project, bij een liedje van Gezellen gedaan, dat blaadje, wat eigenlijk misschien het eerste moderne gedicht van de Lage Landen is. Ik weet het niet, ik vind het ongemakkelijk. En het is ook heel vaak roze rood verven. Het is er allemaal al. En er zijn zoveel muzikale gedichten op zichzelf die zingen in je hoofd. Het heeft geen begeleiding nodig. Nee, maar er zijn een heleboel mensen die het tegendeel bewijzen. Dat zeg ik er meteen bij. Maar ik kan het niet. Hey, en je gaat straks Awater voorlezen. Ja. Waarom? Waarom wilde je dat graag voorlezen? Nou, als ik moet hier bekennen dat ik al misschien wel 8 jaar of zo Nijhoff niet meer gelezen had. Want er zijn, vroeger las ik hem heel vaak. Maar als ik er iets van lees, dan lees ik altijd het U of Awater. En misschien het Veer. Het Veer vind ik ook een onwaarschijnlijk mooi gedicht. En wat was de vraag, sorry. Waarom je Awater gaat voorlezen? Nou ja, ik denk, als ik één gedicht van hem zou mogen kiezen om dan nog in de kast te houden, dan zou het de Awater zijn. Ik vind het zo'n ontroerend gedicht en er is natuurlijk, de geleerden die raken er niet over uitgeschreven. Er is al, there's more to it dan ik erin zie, maar ik vind het zo'n ontroerend gedicht dat iemand die net zijn moeder en zijn broer is verloren een reisgenoot zoekt. Want daar gaat het over. Daar gaat het over. En die ziet dan een man lopen. En ik heb dat ook wel. Ik zie soms iemand op straat lopen. Of een man, of een vrouw, of een meisje, of een oudere vrouw. Dat doet er niet toe. En ineens denk je, goh, daar zou ik best bij willen horen. Want die iemand straalt iets uit. En dat heeft niets te maken met appeal. Dat is dit gedicht voor mij. Hij ziet een man lopen. Ik bedoel, ik verdenk hem niet van verkeerde gevoelens voor die man. Die man die brengt hem iets wat hij kwijt is. Een mysterieuze man verder ook. En heb jij enig idee waarom die Awater heet, bijvoorbeeld, die man? Ja, dat is door de geleerden ook uitgezocht, geloof ik. Er is een theorie die zegt dat hij zocht een naam. Hij had eerst een andere naam voor de persoon die gevolgd werd. Dus de hoofdpersoon. En toen had hij de naam van een loodgieter uit het telefoonboek. Maar toen hoorde hij op een onbewaakt ogenblik hoorde hij een gesprek van een dokter met een patiënt. En die zei Awater, Awater. Dus die noemde een naam van een patiënt. Dat is de tweede theorie. En hij dacht, dat is hem. En er schijnt ook dat er een jongen, dat staat in het fantastische boekje van Niels Bokhoven, schijnt ook dat er een jonge man is verdronken van 16 jaar, ergens daar in de buurt, en die heette ook Awater. Dat kan hij ook gehoord en gezien hebben, maar allemaal speculatie. Het is wel een mooie naam. Ja, en Awater is ook A, twee keer water. Theorieën. Ja, precies. Doet het niet toe. Nou, ik was er zelf nieuwsgierig naar. Toen ging ik een beetje googelen van tevoren. Toen kwam ik op zo'n merkwaardige theorie uit van de literatuurwetenschapper Lulofs. Die had uitgezocht dat Awater ook een soort voorloper zou kunnen zijn van Adam. Dus een man die er nog eerder was dan Adam. Want voordat Adam er was, was het natuurlijk Awater, omdat die. Nou, hè? Ik zou zeggen, ga lekker voorlezen, Henny, als je wil. Hier moet ik even over nadenken. Doe maar niet. Awater. Ik zal proberen meer in de microfoon. Ik zoek een reisgenoot.
Wees hier aanwezig, allereerste geest, die over wateren van aanvang zweeft. Uw goede oog moet zich dit werk toekeren. Het is gelijk de wereld, woest en leeg. Wasteland, denk ik dan. Het wil niet als geheel een vorige eeuw puinhopen zien en zingen van mooi weer, want zingen is slechts hartstocht van een zweer en nimmer is wat ook ooit puin geweest. Een eerste steen ligt nauwelijks te neer. Elk woord vernieuwt de stilte die het breekt. Al wat geschiet, geschiet nog voor het eerst. Geprezen. Noach bouwt, maar geen ark meer. En Jona spreekt, maar niet het Ninive. Ik heb een man gezien. Hij heeft geen naam. Geef hem ons aller voornaam bij elkaar. Hij is de zoon van een vrouw en een vader. Zodra de rode zon is opgegaan, gaat hij de stad in. Hij komt langs mijn raam. De avond blauwt. Hij komt er weer vandaan. Hij werkt op een kantoor, heet daar Awater. Zie hem. Hij is bekleed met kemelhaar, geregen door een naald. Zijn lijf is mager, gespijsd met wilde honing en sprinkhanen. Niemand heeft ooit hetgeen hij roept verstaan. Het is woestijn waar hij gebaren maakt. Hij heeft iets van een monnik, een soldaat. Maar er wordt niet gebeden, niet geblazen, wanneer men op kantoor het boek opslaat. Men zit als een tempel aan een tafel. Men schrijft Arabisch schrift met Italiaans in cijfers, dwarrelend als as omlaag, rijzen kolommen van orakeltaal. Het wordt stil. Het wordt warmer in de zaal. En steeds zilter waait dun ratelend metaal. De schrijfmachine mijmert gekke praat. Lees maar, er staat niet wat er staat, er staat. O moeder, nooit zult gij de bontjas dragen waarvoor elk dubbeltje werd omgedraaid. En niet meer ga ik op mijn vrije dagen met een paar bloemen naar het hospitaal, maar breng de rozen naar de kerkhoflaan. Dit staat er. En Awaters strak gelaat geeft roerloos zijn ontroering te verstaan. Hoe laat is het? Awaters hoofd voelt zwaar. De telefoon slaapt op de lessenaar. De theekopjes worden teruggehaald. De klok tikt, tikt, slaat, tikt tot 5:30 slaat. De groene lampen worden uitgedraaid. Vandaag, toen ik voor het raam de bloemen goot, is het voornemen in mij opgekomen Awater te gaan halen van kantoor. Ik heb sinds mijn broer stierf geen reisgenoot. Als men een vriend zoekt, is het doodgewoon dat men eerst ziet of men bij hem horen kan. Vanavond volg ik dus Awaters spoor. Ik kijk de kat, zo men zegt, uit de boom. En morgen gaat het goed, stel ik mij voor. Zo sta ik bij de hoge stoep, ik schroom. Het slaat 5:30, de tijd wordt eindeloos. De straat wordt door voorbijgangers doorstroomd. In elke schaduw wordt een licht ontstoken, makend, aldwalend, omtrekken in rook. O broeder in den hemel, wees hier ook. Bescherm mij, dat mijn stem, dat mijn schim geen licht vertoont. Bewaar mij ongezien en ongehoord. Opeens, Awater, van een overloop zie ik hem komen, knipperend met het oog. Geen sterveling, geen stad, geen avondrood bestaat voor hem. Hij komt gesneld van boven, zand, stenen, trappen af, langs slangen, koper. Hij ziet, schijnt het, een horizon, een zoom waaruit ononderbroken weerlicht gloort. Het is alsof hij hoort waarvan hij droomt en de plek ziet waar hij te vinden hoopt. Zo snelt hij langs me en ik voel mij doorboord. Hij loopt haastig de vestibule door, hij hangt een sleutel op het sleutelbord. Een droge distel doet zich aan hem voor. Hij grijpt zijn stok, hij wandelt fluitend voort. Hij dekt zich. Ik echter ontbloot het hoofd. Wees hier, nogmaals gij,
die op hoogte woont, zo onbewoonbaar als Calvario. De straten zijn met asfalt geplaveid. Ik merk dat de echo die mij uitgeleden deed door de hal met tegels buiten zwijgt. De stad verleent de voet geluidloosheid. In rijauto's rijdt karavaansgewijs met zacht gekraak van leer aan ons voorbij. A-water is mij reeds vooruitgeuild. Ja, ja, het schijnt waar te zijn. Hij wil op reis. Hij staat stil voor het modemagazijn. Ik zie dat hij naar een gezelschap kijkt van poppen die met pleats en verrekijkers legeren aan de oever van de Nijl. Gelijk uit piramide en palmboom blijkt. O, A-water, ik weet waarvan gij peinst. Iets verder, bij de Plater scheepvaartlijn, waarop een Bedouin in de woestijn in schippen groet dat over zee verschijnt. En weer iets verder, bij het bankpaleis, waar vreemd geld genoteerd staat in de lijst. Zo gaan wij samen langs de winkelschijnsels. Eensklap is hij verdwenen in een zijstraat. Een deurbel klinkt. Daar moet hij binnen zijn. Er staat geschreven, scheren en haar snijden. Het klein vertrek met kasten aan weerszij lijkt door de sterke geur van allerlei parfumerieartikelen nog kleiner. A-water, ik moet zeggen, ik ben blij dat ik hem zie. Ik was hem bijna kwijt, zit in een mantel van gesteven lijnwaad voor de wastafel van wit porselein. De kapper doet zijn werk en ik zet mij, als wie op zijn beurt wacht, op een stoel terzijde. Nooit zag ik A-water van zo nabij. Als thans via de spiegel nooit scheen hij zo nimmer te bereiken tegelijk. En tussen de flessen glinsterend verbrijzeld verrijst hij in de spiegel als een ijsberg waarlangs de gladde schaar zijn snavel strijkt. Maar het wordt lente. En terwijl wijd en zijd de damp hangt van een bui die overdrijft, ploegt door het woelend haar de kam de scheiding. Dan neemt A-water van de kapper afscheid en ik volg hem op straat. Werktuigelijk. Het toeval neemt een binnenweg naar het doel. Moest het dat A-water belanden moest in het café waar ik kwam met mijn broer? Het moest. Hij zit zelfs in onze hoek. Ik zet mij ergens anders, plaats genoeg. De kelner kent mij, hij weet wat ik voel. Hij heeft mijn tafeltje al 2 maal gepoetst. Hij blijft met in zijn hand de witte doek geruime tijd staan, zwijgend naast mijn stoel. De tijden, zegt hij, zijn niet meer als vroeger. Ik weet dat hij ook aan mijn broer denkt, hoe met zijn hond aan de ketting en zijn hoed iets achterover hij binnenwoei en het hele zaakje vulde met rumoer. Hier ligt hetzelfde zand nog op de vloer. Dezelfde duif koert in zijn kooi als toen. Oei, zei de wind, voort, voort, zo is het goed. Wie is dat? Zeg ik daar ik iets zeggen moet. En hij, wetend terstond op wie ik doel? Iemand die voor het eerst deze zaak bezoekt. Dan trekt hij van het buffet het hekje toe, in het water worden glazen omgespoeld. Wat is het dat in zijn zak aan water zoekt? Het is een boekje van Marokko Groen. Het is een schaakspel. Nu hij het open doet. A-waters ogen kijken koel en stroef. Zijn hand op tafel trommelt, schenkt moed aan het visioen dat door zijn voorhoofd woelt. Een sneeuwvlok dwarrelt tussen de droppen bloed. Het spel wordt tot een nieuw figuur gevoegd. Zijn glas voor hem beslaat onaangeroerd. De sigaret die in de asbak gloeit, maakt een stokroos die langs het plafond ontbloeit. Hij zit volstrekt alleen en ongemoeid. Hij heeft wat een planeet heeft en een bloem. Een innerlijke vaart die diep vervoert. Nu drinkt hij het glas leeg en sluit het boek. Hij krijgt, nu hij stil van zich uitkijkt, iets droevigs. Hij kijkt mijn kant uit, zodat ik vermoed dat hij mij roept als hij de kelner roept. Maar nee. Hij rekent af. Ik ook, en spoedig gaan wij weer samen door het straatgewoel. Elektrisch licht
dat langs de gevel schiet, schrijft ieder ogenblik de naam opnieuw van het restaurant. En een dubbele file mensen gaat in en uit langs de portier, die de toegang van de van draaiend glas bedient. 1 seconde. Het is een beetje droog. Waar was ik? Oh ja. Terwijl wij binnentreden, klinkt muziek. A-water blijkt bekendheid te genieten. Waar hij langskomt, wordt naar hem omgezien. Wat? Zegt iemand. Kent u A-water niet? Ik meen, hij is accountant of zoiets. Ik ken hem, maar ik ken hem niet intiem. Sommigen zeggen, 's avonds leest hij Grieks. Maar anderen beweren, het is Iers. Er is intussen iets zeer vreemds geschied. Een heer die zich op het podium verhief, zegt dat hij A-water zijn plaats aanbiedt. Ik spreek, zegt hij, uit naam van alle hier. Wij hebben tussen ons een groot artiest. A-water met gebaren naar het servies wil zeggen dat hij van de eer afziet. En liever had hij dat men hem eten liet. In de biljartzaal staakt men een serie. Het wordt doodstil. Boven schaart men nieuwsgierig zich langs de balustrade der verdieping. Het schroefblad van de ventilator wiekt. Dan staat A-water op en zingt zijn lied. Steeds troostte ze, steeds heeft zij als ik sliep met mij haar liefelijke komst bezield, de aanbedene. Thans kwam ze en heeft vernield de laatste steun die mijn verlies zich schiep. Zij was, toen ik haar ontwaren ging, in diep met schrik vermengd verdriet te neergeknield. Ik hoorde dat zij mij geloof voorhield, maar zonder dat het hoop of vreugde opriep. Herinnert ge u dien laatste avond niet, sprak ze, toen ik uw tranen heb ontzien en zonder meer de wereld achterliet? Ik kon, nog wilde ik, melde u sindsdien hetgeen ik thans u te verstaan gebied. Niet hopen mij op aarde ooit weer te zien. A-water zwijgt. Hij verstijft tot graniet. Men applaudisseert, werpt met serpentines. A-water als een pop die te zwaar is voor zijn eigen mechaniek, waggelt een uitgang toe dwars door het publiek. Er wappert nog een smalle strook papier hem langs de rug. Ik volg hem op de hielen. Ik zorg, want het is stil en de straat nauw, gelijke tred met A-water te houden. Zo hoort hij niet dat iemand hem bijhoudt. Mijn bezorgdheden worden menigvoud. Er ligt post thuis. Ik heb aan de werkvrouw nog niet gezegd dat ik op reis gaan zou. Mijn raam staat aan. Er brandt vuur in de schouw. Ik heb niets bij me. Wat doe ik überhaupt op reis te gaan? De vlieger aan zijn touw tuimelt en stijgt. Telkens slaat mijn benauwdheid in vaste blijdschap om. Wat zou het? Wat zou het? Zo voer ik, het hoofd diep gebogen houdend, mijzelf het beslissend onderhoud. De straat wordt breder. Uit bomen druipt dauw. Recht voor ons ligt het stationsgebouw. Zou men hier middernacht een meeting houden? Het is stampvol op het plein. Tussen flambouwen staat op hun rug getimmerd van hout in haar heilsuniform een jonge vrouw. Toeristen met rugzakken op de schouders, kinderen, vrouwen, arbeiders, hun blauwe werkpak nog aan, staan onder de toeschouwers. Wij leven, zegt ze, heel ons leven fout. A-water, die de pas heeft ingehouden, kijkt naar mij om als kent hij mij van ouds. Maar waar? In een tram? In een schouwburgpauze? Zo vraagt de blik waarmee hij mij beschouwt, terwijl hij, want het waait, zijn hoed vasthoudt. Wind spelend met het haar legt langs de mouw der helsoldaat een losse knoop van goud. Liefde, zegt zij, wordt nooit vergeefs vertrouwd. A-water blijft. Ik loop door. En zo gauw of ik de trein zag die ik halen wou. Bijna af. De stoker werpt steenkolen op het vuur. De machinist staat leunend uit te turen. Buiten de kap, boven de railsfiguren, beginnen de signalen hun prelude.
De klok verspringt van minuut naar minuut. Weer roept zij de locomotief, voortdurend roept zij, roepend dat het te lang reeds duurt. Haar zuil van zuchten wordt een wolkenkluwe, maar denk niet dat zij zich bekreunt om u, de Orient Express, nog minder deelt ze in uw jubel als gij plaatsnamen ziet in een schriftuur die de eerste klank is van het avontuur. Zij kent in haar reisvaardigheid geen rukzicht. Wat voor hoop gij ook koestert of wegduwt, nogmaals, het deert haar niet. Zelfs voor de illusie een reisgenoot te hebben is ze immuun. Dat gij, geheel alleen, u in haar luxe beklemd voelt, het raampje neerlaat en zelfs nu het perron nog afblikt, of dat gij het puurst geluk smaakt dat voor het individu is weggelegd, te weten, ik werd bestuurd. Het is niet om niet geweest. Ik was geen dupe, geprezen, het laat haar koud. Zij ziet azuur. Van schakeld is haar klinkende centuur. Zij zingt, zij tilt een knie, door stoom omstuurd. En zij vertrekt op het voorgeschreven uur. Dank u wel. Ja, dat was natuurlijk wel heel erg mooi. Dankjewel, Henny. Het is tijd voor de column. We hebben elke aflevering van De Poëzie van ook een gastcolumnist. En vandaag is dat Ellen Dekwits. Zij is een jonge dichter die een hedendaagse evenknie van Martinus Nijhoff genoemd kan worden. Niet alleen omdat ze gedichten schrijft, maar ook omdat ze meteen al begonnen is met het winnen van belangrijke prijzen. Nijhoff heeft zelf de Constantijn Huygensprijs gekregen, maar pas helemaal aan het eind van zijn leven en zijn carrière. En Ellen Dekwits die begon in 2011 zo ongeveer haar carrière met het winnen van de Buddingprijs voor het beste poëziedebuut van dat jaar. En zij gaat nu praten, zoals Henny al heeft aangekondigd, over impasse, als dat zo is. Is dat zo? Ja, dat is zo. Ellen Dekwits. Goedemiddag. Nou ja, fantastisch hè. Terwijl buiten de Costa Kade ligt te blakeren in de lentezon, zitten wij inderdaad iets veel beters te doen. Wat heerlijk. Want Nijhoff wordt door jongeren niet zoveel gelezen als je zou hopen. En dat je dan toch zo'n hele grote zaal ziet. Echt te gek. Ik geef heel veel poëzieles en dan beginnen we vaak met het lezen van Nijhoff. Vandaar komt echt al het moois mee. En dan zeggen die leerlingen altijd van, ja, maar waarom? Waarom moeten wij die man lezen? En dan volgt hier een antwoord. Een fout die veel beginnende dichters maken, is dat ze willen klinken als een dichter, waardoor eigenlijk al hun gedichten op elkaar gaan lijken. De meeste beginners hanteren een standaard poëtisch begrippenapparaat. In zo'n gedicht zit vaker dan noodzakelijk een zee, vogels, rotsformaties. En je hebt ook echt een overbodig teveel aan water, sterren, zonlicht. En dan laat ze die gedichten zien en dan kijken ze als een soort golden retrievers die net hun zindelijkheid hebben bewezen van en. En dan ben ik vaak gewoon verbouwereerd. Want je zou mogen verwachten dat mensen die opgroeien in een eeuw waarin het dagelijks leven wordt bepaald door iPads, WhatsApps, Google-brillen, dat we gretiger gebruik zouden maken van al die nieuwe beelden die deze nieuwe tijd ons aanreikt. Het tegendeel is echter het geval. De tijden veranderen, maar het symbolenapparaat van de beginnende jonge dichter niet. En kijk, aan de ene kant is het natuurlijk niet vreemd hè, dat je er als jong poëet voor terugdeinst om moderne elementen in de poëzie te verwerken. Allereerst lijkt je tekst nou eenmaal sneller op een gedicht, wanneer je er een mijmering over sterfelijkheid tijdens een zonsondergang in propt, in plaats van een mijmering over sterfelijkheid vanwege een kapotte iPhone-lader. En het kan natuurlijk overdreven up-to-date overkomen als je hedendaagse woorden als mooi boy, Google Alert, up-to-date in je gedicht stopt.
Maar ik ben ervan overtuigd dat het mogelijk is om moderne begrippen in een gedicht te gebruiken, zonder dat het desbetreffende gedicht aan eeuwigheidswaarde inboet. En een fantastisch voorbeeld is het zo even bijzonder mooi voorgelezen gedicht In Passen van Matthias Nijhoff. En ik wil het hebben over één woord in dit gedicht. Namelijk de fluitketel. Toen In Passen verscheen in 1934, klaagden de literaire critici destijds steen en been. Het was hun veel te modern. Het hanteerde veel te veel nieuwerwetse begrippen. En het klinkt misschien wat overdreven in onze moderne tijd, met snelkokers en al, maar men viel dus in de jaren 30 echt enorm over dat kleine arme fluitketeltje. Want in het jaar dat dit gedicht verscheen, was een fluitketel even modern als wat nu een nanotechnologische antivorslaag op je voorruit zou zijn. En de kritiek klaagde, gaf die arme Nijhoff er flink voor op zijn kop. En het ironische is, in hun Jeremiades klinkt een poëticale voorkeur door, die eerder smeet om de natuurmetaforiek en het beeldeninstrumentarium van de tachtigers. En we hebben het over 1934, lieve mensen. De tachtigers. Nou, kun je wel rekenen hoe lang dat geleden is. Critici gingen door met klagen. Waarom stopte Martinus er geen kabbelend beekje in? Of een paar klaroenen? Daar zou de boel toch al flink van opklappen. Of waarom gebruikte hij voor die onderbreking het tuiten van zo'n stomme ketel en niet het kwinkeleren van een leeuwerik aan den einder? Omdat het, en dit is de enige flauwe grap die ik maak, tijd werd voor een nieuw geluid. Hetgeen Nijhoff in dit gedicht beschrijft, wijst niet alleen naar een creatieve of relationele impasse. Het betreft ook de impasse van de moderne dichter, die zich in een nieuwe wereld weet, waarover hij van de literaire kritiek slechts in conventionele vormen mag uitdrukken. Maar met impasse schonk Nijhoff ons een schoolvoorbeeld hoe je moderne elementen effectief kan invoegen in een gedicht, waardoor het vers beter op onze dagelijkse beleveniswereld aansluit. De fluitketel, de moderniteit, is daarvoor een noodzakelijk element. In impasse benadrukt het de lulligheid van het alledaagse, dat, laten we toegeven, regelmatig onze eigen verheven gedachten intrumpeert. En zoals Gortel de Nederlandse natuur omarmde in zijn mij, zo omarmde Nijhoff de toekomst in dit gedicht, door een nu alweer iets wat ouderwets aandoend requisiet als een fluitketel. Ja, de critici helden tranen met tuiten. Maar ik durf te stellen voor de nieuwe generatie dichters en poëzieaspiranten dat In Passen een schoolvoorbeeld is hoe we het nieuwe en vertrouwde kunnen samensmeden in iets dat een enorm poëtische zeggingskracht heeft. Dus, wie zich in zijn versen wil buigen over de huidige 21ste eeuw, doet er goed aan om een dichter te lezen die geboren werd aan het einde van de 19e eeuw. Lang leven Nijhoff. Thank you.
Was dit nou een improvisatie op dit moment? Of was dat een... Ja, het eerste deel wel, daarna heb ik een stuk geschreven. Ja, want nu citeerde je echt Satie, hè? Ja. Prachtig, heel mooi, heel erg mooi. Heel erg mooi. Dit is er ook zo één. Het heet De Schrijver en het gaat over een gedicht waar hij aan begonnen is en in begon te schrappen. Nijhoff was een fervente schrapper en maakte dan dingen opnieuw, maar hier schrapte hij niet zoveel dat er geen gedicht over bleef. En dat zou met een heleboel liedjes ook moeten gebeuren, vind ik. De Schrijver. Op deze plek heeft een gedicht gestaan. Het beviel me niet. Toen ik het op wou knappen, toen bleef er, toen mijn pen begon te schrappen, per slot van rekening geen woord van staan. Het gaf een beeld van het schrijverlijk bestaan, zijn zelfverwijt en andere eigenschappen. Het was vooral triest door de trieste grappen. Nee, het was goed nog slecht, er was niets aan. Het was geïnspireerd op een Jan Steen, Elia. Misschien zal u dit verbazen, Elia met de raven om zich heen. Of Elia moet ik eigenlijk zeggen. Mijn vogels werden stenen door de glazen en mijn Elia werd fel overbeen. Hier rust zijn as, requiescat in pace. Mooi gedicht. Ik ga ook meer schrappen. En dan deze. Het grote lijden. Wetend dat zijn liefde zich moet sterren verlaten, had zijn groot hart het hart der wereld lief. Hij gaf zijn lijf dat wij dronken en aten, toen zijn doodsangst de magere armen hief. Ik zie, als achtergrond decoratief, groepen landlieden, vissers en soldaten. En tussen hen, in het diepe perspectief, heuvels en stranden, boomgaarden en straten. Hij leed meer dan waar men om schrijdt of gilt. Daarom heb ik het vers kalm willen schrijven. Maar met een hart dat van zijn wonden bloedt. Want ik zie zijn gestalte en zijn verstild gelaat als hij onder de donkere olijven den beker neemt, zwetend, druppelend bloed. Beetje plastisch gedicht was dat. En dan, hoeveel heb ik nog? Ja, nog even. Deze spreekt mij enorm aan. Dat is een gedicht over een dichter waar ik, niet eens zo'n grote dichter, maar waar ik heel veel mee heb. En dat is Albert Verwij, zo'n verdorde kamergeleerde, een tachtiger. En niet een echt poëtische dichter, maar wel een dichter die me keer op keer, weet je wel, huis uit, schuif op naar het graf, die me keer op keer raakt. En daar schrijft Nijhoff een gedicht over. De slaapkamer. Het gaat over dat Verwij een tijdje zijn studeerkamer uit moet. Het is gevuld met boeken natuurlijk. En dat wordt opnieuw geschilderd. En alles lag in stapeltjes, precies zoals hij wist waar de stapeltjes lagen en niemand anders. Dus dat was een ramp. Maar goed, dat terzijde. De slaapkamer. De boeken lagen kriskras door elkaar, deinend in lange rijen op de vloer van het slaapvertrek. Bed, wasstel, canapé, half overspoelde verre eilanden. De werkkamer. Daarnaast, in het leeggehaald studeervertrek en op dezelfde plek waar 40 jaar de tafel waar hij werkte had gestaan, stond nu, wijdbeens, een ladder. En daarop, zacht fluitend, stond een man in witte kiel het plafond te witten. Dopende de kwast in de besneeuwde emmer. Het was er koud,
de kachel uitgegaan. Waar was de tafel? In een hoek stond hij, onder een wit laken. De deur viel achter wie stil heen ging dicht. De trap. De smalle trap afdalend hield halfsweegs hij luisterend halt en klemde zijn twee handen naar weerszij aan de gladde leuning vast. Er klonken uit de keuken jonge stemmen en de stem van een vrouw, maar wat zij zeiden werd door de onafgebroken ondertoon van het hakken op een hakbord ondersteund, maar tevens onverstaanbaar. Plotseling weerklonk de voordeursbel, het gehak hield op en, achter zich de keuken openlatend, kwam het meisje, een leeg mandje in haar arm, de gang in en ging onder hem voorbij. Hij hoorde haar staan, lachen, aan de voordeur. Geld tellen. En intussen, in de keuken, klepperde een deksel en steeg uit de damp die als een zoete nevel zich door het huis verbreidde en geur op van gekookte kool. Zijn vrouw, onzichtbaar achter de deur, sprak voort. Blijkbaar zich tot de werkster richtend, die, in bak op haar schoot naast het fornuis, zwijgend te schillen zat en telkens knikte. Toen kwam met in haar mandje een tros druiven afglijdend langs een losse stapel noten, zo bruin als het mandje zelf, Persefoon, zoals hij voor zichzelf het meisje noemde. Weer onder hem voorbij en sloot de keuken. En hij, na nog wat zacht wachten, daalde verder zo zacht dat hij bij zijn tred geen treden kraakte. De stoel. Hoe vreemd dat het niet vreemder is dan het is, dat ik hier op dit ongewone uur in de achterkamer zit en zonder werk, zonder papieren voor me, mijn gedachten de vrije loop laat gaan. Nee, gij wolken buiten, al neemt gij boven het veld de schoonheid aan van de ongenaakbare godin, ik strek mijn hand niet uit naar u. Nee, ik zal wachten tot gij in vlokken ongerepte sneeuw langs het venster daalt en het uitzicht mij beneemt. O sneeuw, wees smetteloos. En gij, mijn naam, wees op mijn graf zo smetteloos als sneeuw. Ja, Albert Verwij. Denk ik, kan ik er nog twee doen? Eentje, dat heet Martinus. En dat is, gaat over de barmachtige Samaritaan. Een naamgenoot van Martinus Nijhoff. Dikwijls, Martinus, heilige naamgenoot, als ik uw snijdend beeld zie, denk ik schamper. Ook gij waart klein, want aan uw naaste nood ingaft gij een helft, geen ganse mantel. Gij steeg niet af als een goed Samaritaan, gij bleef te paard boven de man verheven. En toen gij uw zwaard greep, hebt gij willen slaan naar het creatuur dat daar zat te beven. Maar toen, uit deernis, uit geërgerdheid, want zo ontwaakt ons hart, hebt ge ingehouden. En toen, met een drift die eerst zichzelf bestrijdt, uw kleed gedeeld en toen half behouden. Zo denk ik, staande voor een afgrond, nooit. Nooit durf ik dieper dan mijn hoofd buigt blikken. Ginds wordt elke aanvang onverdeeld voltooid, hier blijven alleen halve ogenblikken. Zo, die is ook afgeserveerd, Martinus, de Samaritaan. En misschien is het raar om te eindigen met een vertaling, of niet? Nee? The Journey of the Magi, gedicht van T.S. Eliot over de drie koningen die de pasgeboren Jezus bezoeken. En dat heeft Nijhoff vertaald en vind ik echt heel erg prachtig. Maar goed. De reis van de drie koningen. Even die eerste zin.
in het Engels is, we had a cold coming of it. Daar kom je niet overheen met, het was een koude tocht. Maar toch vind ik het een mooie vertaling. We had a cold coming of it. Zo, zo mooi. Maar goed. Het was een koude tocht. En de slechtste tijd van het jaar voor een reis, voor zulk een verre reis. De wegen modderig, het weer guur, de winter op zijn strengst. De kamelen, die hun knieën ontvelden, hun hoeven bezeerden, werden onhandelbaar en legden zich neer in de smeltende sneeuw. Menigmaal dachten we met spijt terug aan onze zomerpaleizen op bloeiende berghellingen. Aan meisjes in zijde gehuld, die gekoelde wijn ronddienden. Onze kameeldrijvers vloekten, kankerden, weigerden dienst, riepen om brandewijn en vrouwen. Onze kampvuren wilden niet branden. Onderdak was moeilijk te vinden. De steden waren vijandig, de dorpen stug, de gehuchten smerig en verschrikkelijk duur. Het was een ellendige tocht. Ten slotte reisden wij de gehele nacht door, sliepen zo nu en dan langs de wegkant en hoorden gedurig in onze oren zingende stemmen, zeggend, jullie onderneming is waanzin. Eindelijk, toen het licht werd, daalden we neer in een luw dal, vochtig, onder de sneeuwlijn, geurend naar groeizaamheid. Een beek snelde voort, een watermolen karrende het duister. Er waren drie bomen onder een bewolkte lucht en een oud wit paard galoppeerde door een weiland. We kwamen bij een herberg met wijngaardranken boven de stoep. Wijngaardranken, geen dranken. 6 handwerkslieden dobbelden bij de open deur om zilverlingen. En 6 voetknechten schopten lege wijnzakken over de vloer. Maar niemand kon ons inlichtingen verschaffen en zo gingen we verder. En bereikten we 's avonds, geen uur te vroeg, de plaats van bestemming. Het was, dat mag ik wel zeggen, de moeite waard. Dit alles is lang geleden. Ik heb het onthouden en zou het over willen doen. Maar ik stel, dit vooropgesteld, 1 vraag. Wat was het doel dat ons dreef, geboorte of dood? We waren getuigen van een geboorte, ja, dat zeker. Daar is geen twijfel aan. Maar als ik vroeger geboorte of dood zag, dacht ik dat ze tegenstellingen waren. Deze geboorte echter was een onverbiddelijk einde voor ons, een dood. Onze dood. Wij keerden terug naar ons land, onze koninkrijken. Maar voelden ons niet meer thuis in de oude orde, tussen vreemde mensen die hun goden omklemmen. Ik zal blij zijn als ik andermaal sterf. Dank u wel. Dank u wel. Martinus. We zijn aan het einde gekomen van het programma. De bar is geopend. En ik wil u ook nog, nu ik het er toch over heb, uitnodigen om met ons mee te eten. Dat kan op de eerste verdieping. En dan ga ik u eventjes het menu voorlezen. Dat doe ik altijd. Niet in verse, Henny, maar wel met een bijzonder poëtische inslag. Dat menu is namelijk samengesteld door Mark Schoorl, dat is onze huiskok en een groot poëzieliefhebber. En die laat zich altijd door de dichter van de dag inspireren bij het menu. Nu had hij een zware taak, zei hij, want Martinus Nijhoff vond hij nou niet echt een Bourgondier. Maar Martinus Nijhoff heeft wel het door jou voorgelezen lied Ter Dwaze Bijen geschreven. Dus hij heeft beloofd dat hij in elk gerechtje een beetje honing zal doen. Er is te eten, broodje met tricolore dips, voorjaarssalade met kwartelei, radijs en eetbare bloemen, met een vinaigrette met een geur van hoger honing en tijm, gefrituurde bloemkoolroosjes met een saus van rivierkreeftjes, krieltjes met groene kruiden, namelijk kervel, tuinkers en bieslook.
Dus u kunt daarvoor een munt kopen bij de kassa en dan kunt u met ons mee eten. Dat was één. Ik wil graag van Jeroen van Vliet nog even weten hoe dat laatste stuk heette. Of had dat geen titel? No Farewell. Jeroen van Vliet, dankjewel voor die schitterende muziek van jou. Zijn werk is ook te koop bij onze vriendinnen van Boekhandel Perdu in de gang. En ook op zijn eigen website natuurlijk. En in de Betere Platenzaak, voor zover die er nog zijn. Ellen Dekwits, dankjewel voor je mooie column. We zullen veel van je horen. En Henny Vrienden, tegen jou weet ik helemaal niet wat ik moet zeggen. Het was ontzettend mooi. Ik zou wel graag willen, maar nu roep ik maar iets voor de vuist weg, dat jij één keer in de zoveel tijd een gastredacteur bij ons zou zijn. En dan weet ik het eerstvolgende dichtertje ook al. Dat weet ik de eerstvolgende dichter ook al. Ik zou wel heel graag een programma over Eliot willen en dat jij dat dan weer voorleest. Henny Vrienden. Ik heb volgens mij alles gezegd. Er is nog één dingetje dat ik graag wil voorlezen. Dat is een opmerking die ik ergens heb aangetroffen, weer op dat rare internet. En die vond ik zo grappig dat ik daarmee wil afsluiten. Ik wil Ramon bedanken voor de techniek en dan gaan we aan de drank. Daar staat dit. A-water bevat ook het adagium, lees maar, er staat niet wat er staat. Dit is jarenlang begrepen als een aanwijzing van de dichter dat poëzie anders moet worden gelezen dan wat er staat. Dus meer is dan het tussen de regels doorlezen. De jongste opvatting is dat Nijhoff een woordgrap uit zijn jeugd citeerde. Water staat is wat er staat. Als het al een oproep is, dan is het er een om dicht bij de tekst te blijven. De inhoud letterlijk te nemen. Lees maar, er staat niet water staat. Dank u wel.